Hartelijk welkom bij de allerlaatste uitzending van Studio Roda van dit seizoen. Uitzending 19, seizoen 3. Een tafel vol spitsen, een tafel vol doelpunten. Dirk-Jan Derksen en aan deze kant Roger Raven. Welkom bij Studio Roda. Heren, welkom. Allereerst, Roger, wat doen jullie nog tegenwoordig? Niet veel. Niet veel. Dat is al gelogen. Nee, ik zit in de horeca. Ik heb een cafébedrijf en een discotheek. Ja, en tussendoor ben je ook nog een zeer actieve chef-kok daar. Ja, dat is een groot woord. Ik kook graag, ja. Dat is mijn hobby. Ja. Dat heb je laatst op de reunie gedaan van de oud-spelers. Klopt. Heerlijke pasta. Ja. Was ook te zien, hè. Maar en je hebt het overleefd. Ik heb het overleefd. Was echt fantastisch lekker. Vandaar dat ik dacht, dat doe je wekelijks. Ja, jammer. 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 Ja. Dirk-Jan, wat doe jij nog tegenwoordig? Ik ben sinds 1 januari de nieuwe hoofdscout van Helmond Sport. Het ambitieuze Helmond Sport. Dus ja. Ik ben 5 maanden in dienst. En wat doet een hoofdscout allemaal? Daar ben ik altijd wel benieuwd. Ja, heel veel wedstrijden kijken en spelers ook. Maar houdt het daarmee op? Nou, het is nou vooral veel bellen. Bellen. Hoe bellen? Met spelers? Zaakwaarnemers. Ja, ze moeten allemaal wat van je. Alleen ja, wij zijn niet in de lage om te zeggen, ze staan voor de deur bij Helmond. Dus we zullen daar hard aan moeten trekken om via de makelaars die we uitnodigen, die we presentaties geven, om onze ambities te uiten. Ja. En ja, van daaruit, vanuit je posities, wat je zoekt, krijg je natuurlijk heel veel reactie en dan moet je bellen. En ik denk dat je gek wordt gebeld en video's gestuurd met spelers, allemaal de nieuwe Messi's, hè? Ja, als ze wat sturen, dan hebben ze allemaal de beste. Maar ja, daar ben ik niet zo ontvankelijk van. Ja. Maar goed, wij hebben gelukkig wijscout, dus we kunnen zelf ook alles kijken, alle beelden over de hele wereld. Ja. Dus dan hou je zelf wel de leiding en je weet ook wel van welke makelaars serieuze dingen komen. Ja. Niet dat die anderen niet serieus zijn, maar ja, je hebt zelf ook een bepaalde binding met mensen vanuit je eigen netwerk ook. En dat is heel waardevol nu. Ja. Hey Dirk-Jan, wat betekende scoren voor jou? Scoren? Ja. Ja, dat was. Daar leefde je voor als spits. Ja, dat ging soms heel ver. Ja, dat was een bepaalde kick, denk ik. En vervolgens vanuit de jeugd, vanuit mijn 15, 16 jaar bij Den Bosch in de A-jeugd. Dan klamp je aan, dan kom je van Boren Koolvoetbal uit Tiel. En dan speel je in één keer landelijke A-jeugd met 15 jaar, want dat had je nog niet onder de 16. Nee. En dan speel je in één keer tegen Dickie Hezen die uit Utrecht komt en zegt, jochie. Dan denk ik, oké. Dan is 15, 17 is een groot verschil. En vervolgens denk je, poh, ik heb nog een lange weg te gaan. En vervolgens ga je daar ook scoren. En dan, ja, dan heb ik Cor Adriaanse gehad, die nou in de jeugdopleiding van Feyenoord zit, die ook grote talenten heeft voortgebracht. Ja, die alleen maar zegt, heb je doos weer om je schoenen, dus je kreeg het al niet cadeau op zijn Rotterdams. En ja, nou, het is weer niet goed dat je gescoord hebt. Moet je tegenwoordig niet meer doen. Nou ja, dat kwam wel overheen met Huub later. Huub Stevens, ja. Die hadden dezelfde gezegd, dus gewoon normaal gedrag vertonen, ja. En dan, ja. Maar ik bedoel ook met scoren, was het positiespel en alles, was dat belangrijk voor jou als spits? Of telde je voor jou maar één ding, is dat ja, kruisje achter je naam? Ja, kijk, later zei ze altijd van gewoon op 8-3-1 kijken, teletext, dan moet je opstaan. Of dan geel of rood is, maar het liefst met een doelpunt. Maar als je maar gezien wordt, ja, vond ik eigenlijk wel een goeie. Ja. En op een gegeven moment denk ik, ja, zo is het ook. Want niemand, iedereen ziet, of als je 5 minuten hebt meegedaan, je staat erop, zien ze het ook. Alleen ja, scoren is wel iets heel moois. En ja, maar goed, het moest geen obsessie worden. Dan sla je door. En voor jou, Roger? Wat betekent scoren voor jou? Het betekende? Het was meestal wedstrijd winnen. Wedstrijd winnen? Ja. Spitsen zijn meestal toch wel een beetje egoïstisch. Ik merk in jouw antwoord juist het teambelang. Ja, ik had eigenlijk wat egoïstischer moeten zijn. Ja, vind je dat? Ja. Maar ik had bijvoorbeeld, ja, in mijn tijd, ik speelde dan met John Eriksen. Ja. En wij voelden elkaar gewoon blindelings aan. John speelde van links, ik vanuit het centrum, maar dat wisselde. Ja, René was de enige wat eigenlijk vast aan een vleugel stond. Ja, en jullie wisselden? Wij wisselden en nou ja, wie dan scoorde, dat maakte eigenlijk niet uit. Als je alleen het keeper afging, nou, dan werd ook een balletje breed gelegd. Ja. Maar als jij scoorde, dat maakte niks. Ja,
Ik heb ooit gelezen, scoren is als klaarkomen, maar heb ik zoiets, ja, die kerels die dat schrijven moeten een keer aan de vrouw. Ja. Maar, die komen wat tekort. Maar ik herken wel zoiets, dat euforisch gevoel als je scoort. Ja, tuurlijk, dat is zeker leuk. Hè? Ik bedoel, dan zie je toch de supporters allemaal, die springen, die zijn blij en dan daar doe je het ook voor. Ja. Je refereerde net al aan John Eriksen, je landelijke doorbraak. Je zat al vanaf 15 jaar in de jeugd van Rode JC. De landelijke doorbraak kwam in het seizoen 82-83, waar je 18 doelpunten maakte in de Eredivisie. Dat is bijzonder knap. Waaronder deze twee tegen FC Groningen. Boerenbach. Gaan ze Storres niet. Maar Boerenbach wel. En nu Sanchez Torres. De beslissing. Roger Raven. Voor de tweede maal. Eriksen. Ook maar schieten van afstand. Via de onderkant lat. En dan is het 2-0 via Roger Raven. Ja, koppen kon je dus ook heel goed, want ik heb heel veel kopgoals van jou gezien. Kunnen ze lang niet allemaal laten kijken. Oh, jammer. Ja, maar nee. Koppen was echt een specialiteit, hè? Ja. En als opvolger van Dick Nanninga vond ik dat wel heel apart. Dan heb je die lange, Dick die is, was, die is was, weg. Was een monument. Hè? Ja. En ja, zijn kopkracht was geweldig. Hè? Ook vanaf de rand van de 16 kopte ze keihard binnen. Ja. Nou, ik heb altijd mijn sprongkracht getraind en koppen was, nou, daar was ik niet bang voor. Het heeft me ook wat tanden gekost. Okay. Ja. Nee, maar ja, of de bal nou 2 meter in de lucht was of een halve meter boven de grond, een snoekduik was ook, dan was het ook raak. Ja, meer dan de helft van jouw doelpunten, zeker van dat seizoen, waren kopgoals. Ja. Echt bizar, apart. Noem eens heel even. Ik heb er een paar gezien, Eus Marijnissen, ook een speler vind ik die eigenlijk achteraf veel te weinig aandacht heeft gekregen, echt een topper volgens mij. Ja. Shane Hansen liep er ook al tussen. Shane Hansen liep er tussen. Hofman. Hofman, Johnny Eriksen dan, had je Leo Eerle, Leo Degens, Peter van der Ven. Jos Smits was keeper, ja. Ja. Ik ken hem van een Panini plaatje. ik heb hier de namen staan. Leo Degens, Van de Ven, Peter Van de Ven, Martin, ja. Van Geel, Jimmy Calderwood, Leo Eelen, Marijnissen, Hofman, Eriksen. Ik heb zelfs Remco Boeren ertussen zien staan. Ja, die hadden ze gehaald als opvolger van Nanninga. Ja. Ja. Die was toen nog jong, heel jong. Die heb jij eruit gespeeld, begrijp ik. Die heb ik eruit gespeeld, ja. Ja, geen probleem. Eigenlijk meteen vanaf het begin. Hij ja. Alleen meteen na de winterstop heeft hij de eerste wedstrijd in de basis gestaan. Omdat ik een dag te laat terug was van vakantie. Ja, had Baba Gide ook wel eens als hij terug van Nigeria kwam. Maar... Die was wel op tijd. Kon jij het ook niet plannen dan? Jawel, ik had toestemming gevraagd. Dat was nooit... En dat was geen probleem. Alleen... Ik was een dag later terug. Nou, dat is geen probleem, komt goed. Ja. Nee, was toen de eerste volgende wedstrijd. Ja, je was te laat op de bank. Ah, lekker. Wie was toen trainer? Pieter Visser. Dit elftal, 283, ja. Was Pieter Visser toen trainer? Ja. Oké. Okay. Natuurlijk ook een heel aparte kerel altijd geweest. Ja, Piet was super enthousiast. Hij was helemaal gek van voetbal. Ja. En, nou, het verbaast me dat hij nou een hartaanval heeft gekregen, zowel op een training als in een wedstrijd, want ja. Wat hij allemaal eruit gooide, ja. Ja, zo gedreven. Het is wel een scout, misschien een voorbeeld voor jou als scout, hè? Over de hele wereld, Pieter. Vooral Zuid-Amerika, ja. Is hij nou gek van natuurlijk. Ja, die heeft niet veel gezien. Oh. Ja, maar die heeft ook wereldwijd heel veel gezien. Ja, maar Dirk-Jan, jij hebt ook heel veel gezien, hè? 11 clubs. Ja. En toch woon je. Je woont nog steeds hier. De kinderen die zijn natuurlijk hier. Het neefje van Johan, weet je dat ik dat niet wist? Ik ben straks aan het lezen. Ik wist het ook niet.
Mijn oudste zoon Boyd kwam de laatste mee. Die had het ook. Ik wist het ook niet. Maar dat staat op Wikipedia schijnbaar. Ja. Dat het, mijn zoon attendeerde mij daarop. Maar ik weet wel dat. Dat mevrouw Magriet, die is Johan een keer tegengekomen op symposium bij VVV. Ja. In Venlo, dat deden ze toen altijd houden. En die was visagiste. En toen kwamen ze buiten aan het roken, Johan met een sigaar. En toen zei ja, toch, denk ik, Magriet, ik ga toch eens vragen of het klopt. Want ik heb die man nooit ontmoet. Ja. Maar het bleek dus wel dat, waar ik vandaan kom uit Tiel, dat Johan Derksen, zijn moeder wel uit Tiel kwam en zijn vader uit IJzendoorn. En dat is eigenlijk, ja, IJzendoorn, dat ken je maar niet. Dat is zo'n klein dorpje, zelfs als Put. En mijn, mijn opa, die kwam uit IJzendoorn. Zijn familie. Dus ik denk, ja, toen zei hij, het zal toch wel zo zijn tot we ergens verre familie zijn. Maar ja, voor de rest heb ik de man nooit ontmoet en het staat op Wikipedia, maar ja. Hey, ik weet het niet. Jij was volgens mij twee periodes speler voor Roda, of drie? Twee, ja. Je bent jeugdtrainer geweest, wat nog meer? Want je hebt van alles gedaan voor de club. Ik ben drie keer teruggekomen. Ja. Ja, het is wel best veel. Kijk, één keer is al leuk naar een club, maar als je drie keer wordt teruggevraagd, dat is vrij uniek. Dat zegt iets over jouw persoontje, de kwaliteiten, de binding met de regio? Ook beide, denk ik. 93, 95 voor het eerst hier. Ja. En toen 2005, 2006. En in 2011 als jeugdtrainer. 5 jaar gedaan en nu ben ik alweer 5 jaar weg na de degradatie tegen Almere. Ja, dat vergeet je ook niet meer. Dat was niet meer. Wat een wedstrijd was dat. Ja, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Nee, er zijn leukere dingen. Ja, ja, zoals jouw doelpunt in die eerste periode tegen PSV en het interview daarna. En de laatste 10 minuten zijn voor Van Hoogdalem en Derksen. Staat nog de vrije trap van der Leur. En daar is Derksen 10 seconden in het veld en het is 3-0. Ik moet keihard lachen. Jij komt echt serieus het veld in. Je loopt de 16 en je schiet hem binnen. Klaar! Het was de 3-0 geloof ik, hè? Ja, ik geloof het wel. 3-0 tegen PSV. Ja. Je had ze nog niet ingesteld op die nieuwe spelers. Nee. Dus je verdediging, wie moet ik nou eigenlijk gaan dekken? Ja, nou hebben ze een laptop, dan word je allemaal geïnstalleerd. Dat was het toen allemaal niet, hè? Nee, maar je zegt Attenveld, kneep je... Ach ja, die maf. Ja, die komt... Die maf? Hij komt als eerste op me aan en hij pakt me echt bij mijn tepel. Die draait hij gewoon om. Ik ben gewoon een week blauw geweest daar. Ja, ja, dat was ook typisch Atten. Ja. Dus. Nou ja, dat kwam... omdat het met Roda goed ging, dag later werd je ook nog geïnterviewd. Volgens mij door Studio Sport of zoiets. Ik weet er niks meer van. Het gaat hartstikke goed met Roda. Heb jij daar een verklaring voor? Ja, ik denk gewoon het sterke collectief wat we zijn. We zijn gewoon een eenheid, denk ik. En dat zie je op het veld, dat zie je overal terug. En dat is op dit moment de kracht. Ja, je zegt het zelf al, ik heb het jonge godman. Ik zal bijna zeggen. Ja, waarom heb je ze nu geverfd? Ik had toen een ander potje. Dat was een ander potje. Ander potje toen. Gewoon, ik kan leren nog geen baat. Mooi. Nee, dat is wel uit die tijd, ik moet er toch even naar terug. Jullie hadden een fantastische groep. Maar jullie hadden ook wel een paar mooie stapmaten. Hè? Want ik las in Dagblad De Limburger dat je hebt één guilty pleasure. Je kan nooit naar huis. Nee, dat is het probleem. Vond ik heel mooi. Maar in die tijd had je een paar hele goede vrienden daarin. Ja, Max en Barry. En wij werden toen een beetje de drie musketeers genoemd. Ja, ik denk Arno ook af en toe. En Arno kwam er later bij, want Arno had een serieuze relatie. En die had ik toen nog niet. Nee. En Max en ik woonden eigenlijk veel alleen hier. Maar ja, we deden alles samen. We gingen overal heen naar de dealie Ja, geweldige tijd natuurlijk. Ik denk alleen dat je over die tijd gewoon buiten het voetbal om al een boek kan schrijven, of niet? Ja, met alle anekdotes in de bus, bij de wedstrijden, op de trainingen wat daar gebeurde. Nee, maar ik bedoel ook gewoon met het stappen wat er allemaal gebeurde. Ja, al buiten de coulissen. Ja, wij gingen volgens mij één keer in de week met de hele groep in Heerlen eten, hè? Ja, later gingen we naar de stap in. Ja. Die jongens die eigenlijk alleen wonen. En daar werd maar op een gegeven moment kwamen er steeds meer bij. Ja, ik ook. Die vonden het gewoon gezellig. Dat was mooie tijd, man. Hey, Roger,
Ik heb nou een paar beelden laten zien. Voor mijn gevoel, als ik dat zie, andere tijden, maar waren jullie vergelijkbaar als spits? Ik zou het niet weten. Ik bedoel, allebei heel beweeglijk. Neusje voor de goal. Dirk Jan heeft ook heel veel kopgoals gemaakt. Ja. Wat me bij jou opviel, dat weet ik bij jou niet. Bij jou voorkeur altijd voor de tweede paal, zag ik, met koppen. Je staat altijd in die beelden, altijd bij de tweede paal. Ja, dat kwam zo uit. Maar dan kom ik naar de eerste paal. Dus ja? Het was gewoon net hoe de situatie in het veld was. Ja. Want jij bent volgens mij echt een spitsje van de eerste paal, of niet? Nou, dat is wel mooi dat je dat zegt. Vroeger zeiden trainers altijd maar eens. Spits 1-1. En toen heb ik later een beetje wat ouder, denk ik, ik ga helemaal niet naar 1. Want ik liet altijd om. En bij de tweede paal heb ik volgens mij meer gescoord dan bij de eerste. Want je hebt een afleiding. Ja. Die back gaat mee, de buitenspelers naar binnen en zelf omlopen. Je komt altijd vrij. Ja, als je een buitenspeler hebt die op tijd naar binnen is. Ja, daarom moest jij 1, omdat die buitenspeler dan bij de tweede paal kan komen. Precies, ja. En later denk ik, toen bij VVV en bij PEC, toen hadden we zulke bewegelijke spelers. Ah, die denk ik, jongens, ga 1 en dan zet hij gewoon het blok en dan ben je iedereen kwijt. En dan zei iedereen, ja, die intakers maak ik ook. Ja, die intakers. Maar er ging wat vooraf ja. Om dat zo neer te zetten. Ja, maar dat ziet niemand, toch? Ja, maar die intakers zijn eigenlijk de mooiste doelpunten. Ja, daar zit ook wat aan vooraf. Ja. Dat klopt. Ja. Het is niet zo dat je daar... Nee, ja, ik loop daar naartoe en... Jij bedoelt het positiespel vooraf. Ja, juist. Tuurlijk. Ja. Ja, maar ook de loopacties wat Dirk-Jan zegt. Ja. Klopt. Ja, de loopactie wat je maakt als spits. Maar ook je medespelers. En als dan vanaf de flanken die voorzet komt, kijk, er is oogcontact geweest. Maar je weet ook, precies. Je traint erop. En dat zijn situaties, de komende wedstrijd, dan komen ze dan tevoorschijn. En ja, als het dan zo uitkomt, nou, is fantastisch. Nee, maar dat is wel een teamgoal, vind ik altijd. Alleen één moet die trekker overhalen. Ja, dat waren wij met z'n drieën meestal dan. Maar ja, goed. Maar je deed als team. Hij wat minder, hè. Ja, ik wil minder. Het gaat ook niet voor mij vandaag. Hey, maar Roger, we hadden het net bij Dirk-Jan erover. Hij is teruggekomen als speler. Dat heb jij een paar keer gedaan als speler, hè? Nou, ik ben begonnen. In mijn eerste contractjaar ben ik na een half jaar naar NEC verhuisd. Ja. Die hadden 3 of 4 geblesseerde spelers. Ja. En toen informeerden ze of ze mij konden huren. Nou, dan ben ik een half jaar naar NEC geweest. En toen terug naar Roda. Voorbereiding bij Roda meegemaakt. 2 wedstrijden gespeeld van de competitie. En toen, dat was op zondag en op woensdag. En op donderdagmorgen was Jean Gerards bij mij thuis. En of ik geen interesse had om bij Willem II te gaan spelen. Was die toen bij Willem II? Nee, dat was Bert Jacobs. Maar ja, Bert Jacobs en Jean Gerards, dat waren 4 handen op 1 buik. Ja, omdat Jean Gerards heeft mij nog ooit gebeld om naar, Jean is er niet meer, maar om naar Ovi te komen. Ja. Dat is wel, ja, mooi. Nee, ga door. Willem II, toen kwam je... Toen kwam ik terug naar Roda. Ja. En toen heb ik een... Heb je twee goede seizoenen gehad, hè? Hier. Ja, dat seizoen heb ik eigenlijk veel op de bank gezeten. Ik geloof 12 of 13 keer heb ik in de basis gestaan. En omdat dat was het laatste jaar van Nick. Dat was het seizoen 81-82. Ja. En het seizoen daarna hebben we net een paar beelden van gezien, 82-83. Speelde Roda fantastisch, 34 wedstrijden, 18 doelpunten. Dan ga je weer weg. Dan heb je een rijtje RWDM, Standard Luid, Excelsior, A-agent. En dan kom je in 87-88 op huurbasis terug weer bij Roda. En ja, daar heb ik nou een doelpunt van gevonden. De 2-0, ja, er waren er meer voor. Maar de 2-0 van Roger tegen Fortuna. En dat vinden we natuurlijk altijd leuk, hè. Dat veld, ja. Kijk, dit is koppen. Koppen kan nu wel mee. Ik snap nou waarom je altijd bij de tweede paal, je kwam van links. Vaak. Ja. Ik zeg ook hier tweede paal, maar je komt vaak van de linkerkant af, hè? Ja. Ja. Ik wist het te veel en mijn voorkeur gaat dan naar links. Ja. Ik heb als 14, 15 jaar heb ik het Nederlands elftal gespeeld, jeugdelftal, als linksbuiten. Ja. Had jij ook een actie dan, een passeeractie? Ja, ik had een paar acties, vooral de schaarbewegingen. Ja. Links, rechts, maakt niet uit. Ik ben tweebenig, volledig.
Dus, Het maakt niet uit of je binnen door buiten ook. Nee. Ja. En 87-88, 16 wedstrijden, 4 doelpunten voor Roda nog. Daarna volgens mij nog een keer A-agent, Go Ahead Eagles. En toen ging het langzaam richting België, KSV Mol en daarna EAC, klopt dat? Of zit daar nog een keer Roda ergens tussen? Nee, er zit nog ergens een Duitse club tussen. Preußen Krefeld. Preußen Krefeld. Nee, maar dan heb ik toch maar weinig clubs gehad. Ten opzichte van Roger wel, ja. Ja, ja. 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 Maar ik ben ook wel meer verhuisd hoor. Op 13 jaar 10 keer. Maar want jij bent hier niet geboren, hè, Roger? Jawel. Wel? Ja. Ik dacht dat jij... Ja, zeg maar. In Holland ergens geboren was. Nee. En hierheen was gekomen al heel vroeg. Nee, Heerlen. Je bent mijn... echt van Heerlen. Ja, ik ben van hier. Van hier. Ja. Ja. En jij vanwege bent mijn ook... zachte G, bedoel je? Ja. Maar jij bent ook een van de spelers die waarschijnlijk vinden, nou, dat is de meeste, dat als je van hier bent, dat je eigenlijk in eerste instantie altijd ondergewaardeerd wordt. Ja, daar kan ik wel een leuk verhaal. Ik heb Pierre Blattler hier gehad, die zei dat ook. Ik kan me daar ook heel goed in vinden. Ja. Kijk, ik ben hier gekomen en ik heb een contract getekend. Dat was eigenlijk heel weinig. Maar ik had een clausule in mijn contract. Maximum transferbedrag. Dus het een tegen het ander afwegend, hè, vond ik dat, nou, was goed zo. En ieder jaar ging mijn salaris wat omhoog. Maar ja, het eerste jaar was er meteen, na een half jaar kwam NEC. Nou ja, met die club heb ik andere afspraken gemaakt. Dus die moesten mij betalen. Dus dan heb ik weer een hoger salaris gehad. Toen kwam Willem II, hetzelfde verhaal. Daar heb ik ook onderhandeld voor mijn salaris. Ja, dus heb ik ook wel meer verdiend. Toen moest je dat nog zelf doen, hè? Ja. Of niet? Of had je daar iemand voor? Nou, die heeft met mijn vader. Ja. Dus dan... Maar toen was nog niet zo ingeburgerd die zakenwaarnemers in die tijd. Nog niet echt, dat stond nog in de kinderschoenen. Ja. Maar toen was mijn contract afgelopen bij Roda. Ja, en. Is goed. Keurig. Hey, wat wil je hebben? Nou, ik zeg 100.000 salaris. Ik zeg 50.000, wil ik nog zo hebben. En ik zie daar. Nee, is te veel. Is 2 ton. Nee, dat is te veel. Nou, is goed, dan niet. Nou, op een gegeven moment zit ik thuis op een dinsdagavond, belt hij me op. Luister, ik heb een voorstel: 100.000 en 10.000 handgeld. Wow. Zeg, prima. Nou, ik bel je zo terug. Hij legt de telefoon neer. 4 minuten later gaat de telefoon opnemen. Ik pak op. Ik denk, oh, dat is snel, hè? Ja. Roger, met Fred hier, reporter van Limburgs Dagblad. Heb je gehoord? Zeg wat. Guthrie heeft getekend. Dan hoor ik dus van de journalist dat ze mij gebruikt hebben om hem te laten tekenen. Ja. Want die zaten dus in één ruimte. Chris Guthrie. Ja, telefoon op de intercom. En dan heb ik gezegd, nou luister, of jij tekent dit, of we houden hem hier. Ja. Ja. En toen ben ik dus... Even later door Curver zelf weer teruggebeld en zei: nou, het gaat niet door. Zeg, nou, oké, zeg, ik wist het al. Beste. Nou, het heeft mijn vader meteen contact opgenomen met België, want er was toen nog tijd, ja, er waren een paar Utrecht, Ajax. Maar ik als je naar Utrecht had een slechte naam. Hè? Met toen nog tijd met die supporters. Ajax, ja, wat moet je met Ajax? Daar vond ik me niet capabel voor. Want we hebben nog Marco van Basten liep daar rond. Ja, in die tijd ook, ja. Ja, ja, dat dus, ja. Ja, dus, en ik wil voetballen. Ja, wat wil je? Zeg, nou, bel maar naar Brussel. Heeft hij met RWDM gebeld. En meteen de volgende dag hadden we een afspraak in Brussel. Nou, natuurlijk ook van, ja. Wat moet ik vragen, jong? Ik zeg, het dubbele voor Roda. Ja. Dus we zien wel waar we komen. Ja. Dus we gaan naar Brussel en ik geloof, we hebben een kwartier aan de tafel gezeten. Alles goed. Alles in orde. Ja, dat dacht ik al. Weken de vragen. Ik kreeg een woning erbij ook. Ja, fantastisch. Nou, dat was de manager, dat was de zoon van de grote baas, Lecluse.
Dus ik kom even mee, zegt hij. Bellen. Pa, het is rond. Heeft hem nou getekend? Pa, het is rond. En hij hield die telefoon zo. En die ouwe die was een schreeuwer aan de kamer. Godverdoeme, dat vraag ik niet. Heeft hem getekend, jongen? Ja, pa, alles is in orde. Nou, dan gaan we die mensen eten. Oké. Okay. Nou, hangt op. En zegt hij, ik had u niet mogen laten gaan voordat we een akkoord hadden. Ik zeg, waarom zeg je dat niet 15 minuten eerder? Ja, fantastisch. Ja. Oké. Okay. Je hebt ook een aantal clubs dus gehad, 11. 464 wedstrijden betaald voetbal, Dirk-Jan. 156 doelpunten. Geen Limburger, toch een uniek record. Je hebt doelpunten gemaakt voor alle vier de Limburgse clubs. Dat vind ik toch wel een... Ja, dat is toch wel iets voor een niet... Zeker... Ik zei tegen Denzel hier van Roda, dat is voor een niet-Limburger een aardige prestatie. Toen kregen ze altijd, ja, misschien ook wel moeilijk voor een Limburger om voor alle vier de clubs te spelen. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk met alle sentimenten ook waar. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk dat dat zeker zo, ja. Want uiteindelijk als je hier geboren wordt, dan blijf je bij deze club of ga je weg. Want dat zit in je. Kijk, als ik in Den Bosch had geboren worden, dan had ik misschien voor Den Bosch en dan rij je niet naar Eindhoven, ja. Weet ik veel. Daar zat minder. Laten we Zwolle Go Ahead doen, dat is makkelijk. Als je Zwolle bent, dan rij je niet naar Go Ahead. Zo simpel is dat. Nee, ja, normaal denk je als je bij Roda speelt, ga je niet naar MVV. Nee, maar het gebeurt toch heel vaak en andersom ook? Van de laatste jaren is het zeker zo. Kijk, ja. Ik heb die jongens allemaal getraind die er nou spelen. Ja. Soeren, Reemans. Zijn gewoon echt de jeugdspelers van Roda. Yes. En nu wordt er ook niet meer zo moeilijk over gedaan. Dus. Maar dat sentiment blijft wel op het moment dat je het in elkaar speelt. We hebben nog een goal van jou gevonden. Toch nog? Roda tegen MVV. 4-0. Ja, zelfde seizoen, 94-95. Ik weet hem al. Komt-ie. Ja, elkaar die bal toeschuiven zonder dat er ook maar een intentie is van MVV om er een voet tussen te zetten. Trainingscombinaties. Huiberts, links uithalen. Nee, dit dan. Derksen. 4-0. 4-0 in de 90ste minuut na een heel slim paasje van Huiberts op Derksen. Is het toch nog 4-0 geworden. En zo wint Roda, kunnen we eens even kijken naar dit paasje van Huiberts. Heel makkelijk met 4-0 van MVV. Ja, dat is een aardige sleep, denk ik. Ja. Volgens mij zijn Van der Leur nog Wanko Derksen. Wanko Canoe, die deed dat bij Ajax. Canoe deed dat in die tijd bij Ajax. Wanko Derksen, zei hij toen. En dat bij Rijn van Nijnhoven, die stond daar in het doel even. Bij Rijntje, ja. Ja, die was 4-0 tegen MVV, dat is lekker. Ja, dat was goed. Dat was een mooie wedstrijd, dat weet ik. Dat herinner ik me nog. Hey, je hebt ook wel eens verteld in het dagblad dat jij in het veld zo'n verschrikkelijke etter bent. Ja, ik was wel irritant, ja. Ja. Op welke manier? Vooral praten, zuigen? Ja. Want je bent toch geen schopper geweest? Nee, maar ik was heel irritant voor alle omgevingen. Voor de tegenstander, voor de bank. Voor supporters niet. Ik heb me altijd ingehouden. Daardoor krijg je ook een beetje na van, gingen ze wat roepen. Ik heb nooit mijn middenvinger opgestoken, dat deed ik niet. Maar dan had ik wel mijn momentje van, ik heb ze weer liggen waar ik ze wilde hebben. Maar ik was die scheidsrechter ook altijd bezig, irritant en vervelend, kaarten. Maar dat was ook mijn kracht. want ja, dat zat in me. Ja, ik was niet technisch, ik moest ballen hebben. Ik had een neusje op de goede plaats te staan. Maar ik was wel om. Ik had wel mijn omgeving nodig om een goal te maken. Maar dat was gewoon een spel wat je speelde. Maar ik deed alles, ik ging overlijken om te winnen. Het rare is buiten het veld. Als je ex-teamgenoten vraagt, waar dan ook. Wie, hoe was Dirk-Jan Derksen buiten het veld? De aardigste kerel. Ja. Ja, en dat is het mooiste compliment, denk ik. Want uiteindelijk is dat een rol, dat is je werk. Zo heb ik dat ook altijd gezegd. En als die tussen die vier palen is, daar moet het gebeuren. En daarbuiten ben je gewoon wie je bent. En dan denk ik van, ja, wat een poppenkast allemaal, joh. En iedereen moet een handtekening en een fotootje. En ik snap het allemaal, hè. Maar ik denk, doe maar normaal, joh. Maar ja, dat is ook het mooiste compliment. Want als mens ga je verder. En als sporter stop je. Dus. Ik vind het wel heel mooi, wat je nou zegt. Ja, ja, is mooi. Ja. Was jij ook zo irritant, Roger?
Volgens mij was jij wel een haard, of niet? Ik was wel, ik was niet bang voor een tik uit te delen. Ja. Of een schop. Ja, in een duel bedoel ik dan. Hè? Ja, schop, flink in duel. Elleboog, maakt niet uit. Ik deed alles wat God verboden had. Ja? Ja? Nooit problemen mee gehad? Twee keer een rode kaart. Ja, toch? Ja. Voor elleboog ook, of? Ja, elleboogje. Boogje. En dan, toen was er nog geen VAR, dus dat moet een behoorlijke elleboog zijn geweest. Nou, ja, ik weet, ik geloof één of twee keer een neus die stond scheef. Maar dat is in België gebeurd dan. Ja. Ja. Maar er werden ook dingen uitgehaald. Ik bedoel, Maar dat begon vroeger al in de tunnel, hè? Ja, nou, daar hangt tegenwoordig een camera, dus ja. Ja. Je kan niks meer doen. En af en toe erop laten lopen, ja, dan gaan ze, ja, was hij zo, en dan ga je eraf. Ja. Nou, ik weet dat op Kalheide, dat was in de tunnel, daar waren sommige tegenstanders liepen, die wachten liever dat Shane Gerards uit de tunnel was. Shane Hansen? Of Shane Hansen. Ja, natuurlijk. Maar, ja, dat is zelfs John de Wolf. Ja. En dat was een lange tunnel, hè? Ja. Ik geloof dat ik de enige voetballer ben geweest die ooit een rode kaart heeft gekregen voor een verkeerde ingooi. Oh. Ja, ik wilde die bal heel snel ingooien. En Veskes van Willem II, die sprong ervoor. Ik denk, ja, heb je pech. Dus ik gooi tegen zijn gezicht aan. Hij krijgt geel voor het spelbederf. Ik krijg rood, omdat ik die bal tegen hem aan gooi. Direct rood. En toen zei de elftalleider, ja, direct rood. En de elftalleider zei tegen mij, moet je wel even na de wedstrijd, dat hij een gunstig rapport schrijft, moet je even naar hem toe gaan. Dus ik ga naar, maar ik was toen nog heel jong. Ik wist niet wie Veskes was. Dus ik loop naar hem toe na de wedstrijd en die begint. En ja, hij heeft een beetje zo'n hazellip. Dus ik zeg tegen hem, heb ik dat gedaan? Vier wedstrijden schorsing. Vier wedstrijden, echt. Dat heb ik over geleerd. Ik liet het ingooien aan anderen. Ik heb een mooie afsluiting. Ik denk zelfs, ik weet niet of Dirk-Jan hem ooit zo gemaakt heeft. Ik zeker niet, want ik had alles gebroken. Roda JC Groningen, 1988. Omhaal. Vrije trap is er, kwartier gespeeld. En die komt van Alfons Groenendijk van Roda JC. Gaat richting Smeets en De Wolf, die missen. Daar is Roger Raven en een schitterende omhaal. Er staat 1-0 voor de thuisclub. Ja, heerlijk toch? Het maakt niet uit, of van links, van rechts, omhaal. Ik denk dat ze mij hadden moeten vangen als ik een omhaal had gemaakt. Zo blij. Ja, was niet de enige wat ik gemaakt heb. Nee, dat hij. Ja, je werd ook, hier ook wel eens Klaus Fischer genoemd in die tijd. Oh, dat weet ik niet. Maar hij was wel een bewust. Maar ik, die bal die komt, die stuit, ik kom omhoog en ik kop hem zelf nog omhoog. Ja. Voor hem goed te leggen. Ja. Maar, kijk, ik hoor slecht. Hè? Ik ben net niet helemaal doof. En met voetbal heb ik daar gelukkig geen problemen mee gehad. Want ja, het publiek schreeuwde van alles, dat hoor ik toch niet. Hè, mijn medespelers, dat was soms wat lastiger. Hè, het was gewoon, ik voel dat aan waar een bal naartoe moest, waar ik naartoe moest lopen en allemaal. Heb je dat dus ik dacht dat dat pas na het voetballen is, maar dat is dus je hele carrière geweest. Ja. En daar had je voor de rest geen beperking door met voetballen? Nee. Alleen voordeel, je hoorde ze niet. Ja. al die trainers en publiek wat er ligt erop. Nee, was met Engels elf een keer in Frankrijk, was Gerard Blok, die was coach. Ja, die werd helemaal gek. Maar ik stond aan de andere kant van het veld. Hij was mij aan het roepen. Ik ging niet mee. Ja. Dat is schitterend, zoiets. Dat is handig. Kijk, soms. Ja, tuurlijk. Nu ook nog. Ja. Als mijn vrouw bezig is, dan pak ik gewoon die twee dingen links op tafel neer. Ik zeg, ik ben er even niet. Selectief, hè? Oh. Laat maar. Ik denk dat is ook inderdaad soms ideaal, hè? Ja. Heren, ik bedank jullie voor de komst. Ik bedank jullie voor de mooie verhalen. Het is voorbij gevlogen. Schitterend die historie. Dit was de laatste Studio Roda van dit seizoen. Ik bedank jullie voor het kijken. En wellicht tot in het nieuwe seizoen. Allee!